Iedereen die mijn vlogs kijkt weet dat er van alles in gebeurt. Actie. Oké, kom op, lekker Harmen. Oké, kom. Ga je ook mee leven? Neem je camera. Neem je camera. Vriendschap. Wat heeft hij nou gedaan als ik naar beneden was gerold in het water? Inbreken. Liefde. En nog meer synoniemen. En daarom gaan we vandaag behandelen de top 10 leukste Harmen Frodo vlogs volgens mij. En de top 10 volgens jullie. Far over the misty mountains rise. Op top 10 van de 10 beste vlogs. Leave us standing upon the height. Staat wat mij betreft Lucas en ik deden Storming Amsterdam 2020, mijn 90ste vlog. Maar als het aan jullie lag, stond die op 35. Dus bij mij op 10, bij jullie op 35. Welkom bij Lucas' tas unboxing. Wat zit er allemaal in je tas? Ga maar kijken. What was before, we see once more. Op de 9e plek staat wat mij betreft een video van nog niet heel lang geleden. Harmen Frodo vlog 116. En bij jullie stond die op een hele andere plek. Die stond niet bij jullie op plek 9, maar op plek... En Harmen Frodo vlog 116 zou wat jullie betreft op plek 15 staan. Maar bij mij staat die op plek 9. Omdat het toch wel een ontzettend leuke vlog is met de gehele groep en zo. Ja joh. Oh, ik ga 35 kilometer per... Oh, sorry. Bij Among Us is zo'n spel dat blijft nooit bij één potje en jij weet dat 3 keer beter dan ik. We doen 3 potjes. We gaan helemaal geen 1 potje doen! We doen high... Ja? Harmen, dit moet je echt oprecht uitknappen, want hier kan ik zoveel recycling krijgen. Is our kingdom a distant light? Wat mij betreft op de 8e plek staat de 45 minuten durende video met Tamar, waarin we samen gingen picknicken. Dat is Harmen Frodo vlog 112. Wat jullie betreft staat die op 16, maar ik vond die wel echt een goede 8. Dus vandaar. Daar kan je nu even een stukje van zien. Het gaat van makkelijk naar moeilijk. Oké, ik wil me echt af wat voor vraag je daar opgeschreven. Maar oké, ja, let's go. Fiery mountain beneath the moon. Op de 7e plek staat een video die voor jullie eigenlijk helemaal niet zo populair is. Namelijk pas op de 24e plek. Maar voor mij dus op de 7e plek, Harmen Frodo vlog 99. Waarin ik en Lucas samen naar Walibi gaan. En in Walibi gaan we in de Efteling en in Reuzenrad en dat soort dingen. Echt superleuk. Dus dat was echt een toffe dag was dat. En ook een vlog waarin echt veel gebeurt. Dus een van mijn favorieten en zeker een waardige plek op de 7e plek. Kan ik nog overstappen? Ik ga echt niet. 4, 5. Dat kan toch niet? Jongens, nee! Ah! The words unspoken. Op mijn 6e plek staat de video die wat jullie betreft op 1 had moeten staan. Met Wouter naar de Efteling voor Lucas zijn verjaardag. Harmen Frodo vlog 111. Waarin ik mijn telefoon kapot laat vallen en al dat soort dingen. Een aanrader, zeker. Maar wat mij betreft niet hoger dan plek 5. Eva, ik moet mijn kaartje terugverdienen. Dus je moet even vriendelijke dingen zeggen tegen de leuke vlog. Kijk. Over plek 5 gesproken. Daar staat een vlog die wat jullie betreft op plek 22 zou staan. Harmen Frodo vlog 101, het huwelijksaanzoek. Een 3 kwartier durende video, waarin ontzettend veel gebeurt. En eigenlijk alles wat niet in Harmen Frodo vlog 100 kwam daar wel in. Dus echt een aanrader voor iedereen die 3 kwartier tijd heeft in een toetsweek. Mag Guido? Wat moet ik hiermee? Dus eten. Ja. For home the song. Op de 4e plek staat er een die bij jullie op de 5e plek zou staan. Dus dat komt vrij overeen. De video waarin ik samen met Lucas, Luca Luca, ging zwemmen in Loch Ness. En daar kan je nu even een stukje van zien. Harmen Frodo, vlog 84. Is het aangeraden om in Loch Ness te gaan zwemmen? Dat is zeer zeker niet. Hangt er vanaf hoe lang je zwemmen wil. Op plek 3 staat een video die jullie gewoon slecht vinden. Jullie hebben hem gezet op plek 27 van de best bekeken, van de beste Harmen Frodo vlogs. Maar wat mij betreft is het echt een goede plek 3. Het is de vlog van deze hele lijst die het langst geleden is. Harmen Frodo vlog 73. Waarin ik terugging naar Thaisee. Maar het was een vlog vol voice-overs en al dat soort dingen. Echt een vlog zoals ik hem het allerliefst zou willen hebben. Dus echt een terechte plek 3. Na mijn vlog in Monaco en nadat ik 1000 keer in het zwembad was geplonst, was het tijd om weer terug te gaan naar Nederland. Maar er was nog één laatste belofte die aan mij gedaan was. We zouden net als in mei 2018 teruggaan naar Thaisee. And all who find us will know the truth. Op plek 2 staat een vlog waarin ik heel veel positieve reacties heb gehad. Heel veel mensen vonden hem echt om te lachen en hebben er echt van genoten en namen de video serieus. Harmen Frodo vlog 85. Ik heb een nieuwe vriendin. Hij staat wat jullie betreft op 6, wat mij betreft op 2, omdat het gewoon een ontzettend leuke vlog is. Hoi. Hoi. Ben jij nou mijn nieuwe vriendin? Ja. Ja. Bomfest. Welkom aan. Weer. Een week. En dan vragen jullie je vast af wat mij betreft op plek 1 staat. De allerbeste Harmen Frodo vlog aller tijden. En ik denk zelf dat daar binnenkort verandering in gaat komen. Want er staan toch een hoop toffe projecten op de planning. Maar op dit moment is dat wel echt Harmen Frodo vlog 100. Omdat dat een vlog is waar ik echt tijden aan gewerkt heb. Die staat wat jullie betreft op plek 3. Dus nog daarboven staan dan nog de video van messenwerpen. En de video van met Wouter naar de Efteling voor Lucas verjaardag. Maar Harmen Frodo vlog 100 was wat mij betreft echt een pareltje. Ik ga niet taaien, denk ik. Dat is niet waar. Nee, ik ben niet kindonvriendelijk. Ik ben wel in aardappelformatie. Wil je met me trouwen? Hallo. Dan wil ik jullie heel erg de kijkers bedanken voor het kijken naar deze video. Het is nu 2, dus ga maar snel verder met leren. En dan ga ik dat ook doen. En dan zie ik jullie allemaal snel weer bij een andere video. Tot ziens, tot later.